Dat is zo bijzonder werk is dat. Eerst de busjes maken, dan draaien, dan het dekblad snijden. Dat komt allemaal naar voren toe, wat of die sigaar lekker laat. Er is geen betere sigaar als een Nederlandse sigaar. Hier heeft u een sigarenvorm. En u heeft 40 verschillende modellen aan sigaren. Dat is een bolknak. En dat was vroeger de meest verkochte sigaar in Nederland. De sigaar bestaat uit 3 onderdelen. Omblad, binnengoed, dekblad. Hier heeft u het omblad. En dan maakte ik er vroeger 140 van in een uur. Dat binnengoed bestaat uit 22 soorten tabak. Maar dit ging vroeger heel snel hoor, dit. We waren thuis met 8 man. En moest meehelpen, want mijn vader had zelf ook een sigarenfabriek. Daar ben ik begonnen. Maar dat is weggegaan, want wij hadden geen geld om machines te kopen. Het was allemaal handwerk. Elk tabak dat als hierin zit, is ook een stukje van gemaakt om te proeven of dat bij elkaar hoort. In 1826 kwam Leemkuhl uit Bremen naar Kampen. En dat is dus 190 jaar geleden. En wij wilden heel graag die 190 jaar koppelen ook aan 90 jaar Tinus. Dus dat gaan wij op onze eigen wijze vieren. En hij werkt echt. Hij is elke ochtend om 8:30. En uiterlijk om 2 uur gaat hij, 2 uur, 3 uur gaat hij weg. Dus hij is echt heel veel uren in het bedrijf. Zij houdt heel erg van het werk wat hij doet. Maar het is ook een gedrevenheid. Het is ook een passie die hij heeft. Als je thuis zit, is ook niks. Och man, zit je maar achter die raam, hè? Verschrikkelijk. En thuis doe ik ook nog wat hoor. Aardappels schillen. Maar mijn vrouw is ook al 86. Er zijn hier ook machines. Waarom doet u het nog steeds met de hand? Nou, dan als die beter zijn. Die zijn ook duurder, want dat is niet meer, dat is eigenlijk niet meer te betalen. Want als ik maak, die worden speciaal gemaakt voor winkeliers die 50 jaar bestaan. Die willen een aparte sigaar hebben. En hoeveel sigaren heeft u, denkt u, in uw leven gemaakt? Nou, 4, 5 miljoen. Nog even het opdekken van sigaren. Weet wat dit kost? €220 per kilo. Nu ga ik dit strippen. De nerf eruit. Dat deden de dames op de fabriek. En dan kregen ze 5 cent per kilo. De hele dag. Ik rookte vroeger een pakje check per dag. Maar toen werd ik 60 en toen kreeg ik het benauwd. En toen moest het ermee passen. Nu wordt er een kopje op gezet. Dat doet de machine niet meer. Dat doet alleen nog met de hand. Dit is Arabisch gom. Dat zit in drop, sigarettenvloei, pilletjes van de dokter als bindmiddel. Helemaal onschuldig, smaakloos, kleurloos, reukloos, plakteleef. Goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouwen. Tot wanneer blijft u sigaren maken? Nou, zo lang als het kan, hè. Als het niet meer kan, dan houdt het op. Maar ik doe het nog graag. En mijn handen zijn nog goed. En mijn verstand is nog goed. Ik hoop dat u dit jaar een heel leuk feestjaar heeft. Ik hoop het.